En dan Bonen toch. Dan Bonen toch van heel ver. Met een stevige aanzet. En wat doet Van Marken nog? Komt Van Marken nog over Bonen. Van Marken volgt Bonen nog altijd zeer goed. En Van Marken komt ernaast. Van Marken komt erover. Van Marken gaat Tom Bonen vloeren. En Van Marken wint de omloop het Niesblad voor Bonen en Fletcher. Van Marken heeft hier een schitterend staaltje van jeugdige kunde neergezet. Van Avermaet, Rowe, Benoit, who's going to be the first to lay their chances on the line and risk it all for the win? Or are they both going to hang on to the sprint? Here we go, up to the brand new finish, 200 metres to go, 150 metres. It's Greg Van Avermaet who's going to start it out, so often second, so often third, but Sagan is coming after him in the rainbow jersey too. It's Van Avermaet hanging on at the moment, Van Avermaet going to the line, it's going to be Greg, finally with a win, he's done it. Van Vleuten met een soort verrassingsaanval. Van Vleuten ook veel groter dan Vollering. Die gaat hier proberen van er een heel lange sprint van te maken. Is dat de verstandigste keuze? Ik weet het niet, want Vollering die zit nu al wat te freewheelen in het wiel. Moet er dan natuurlijk wel nog uitkomen. De laatste bocht, Van Vleuten of Vollering. Opgelet, wind op kop. Van Vleuten die bijna de sprint gaat aantrekken, zou ik bijna durven zeggen. Want hier moet Vollering komen. Zit er nog wat op? Zit er nog wat op? Een misslag van Van Vleuten. Van Vleuten is natuurlijk heel sterk. Die probeert er een lange strijd van te maken. En gaat het halen, denk ik. Gaat het halen. Vollering moet het prijsgeven. Van Vleuten doet het. Ze nijpt ze gewoon helemaal dicht, de keel. Wie zet aan? Schijnmanoeuvres van Fletcher. Als een toreador. En nu gaan ze er toch aan beginnen. Langeveld zelf. Langeveld. Alsof het in een vertraagde film gaat. Dat is nog niet echt sprinten. En nu is het pas echt vol doortrekken. Fletcher erlangs. Fletcher erlangs. Fletcher erover. Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Langeveld houdt het. Langeveld blijft voor Fletcher. Maar het is nog niet gedaan. Het wordt kampen tot op de streep. Het wordt kampen tot op de streep. En het is Fletcher die het gaat halen. Zeker Fletcher Langeveld. Ik denk Langeveld. Gevoelig is de man die wint, zeker als hij de armen de hoogte insteekt. Maar het was wel erg close. Stennert met de aanzet. Van Avermaet met een behoorlijke reactie. Van Avermaet aan het wiel van Stennert. Van Avermaet bijt op de tanden. Stennert is wel sterk, oersterk. En Van Avermaet, het moet nu gaan gebeuren, jongen. Het moet nu gaan gebeuren. Maar wat is die Stennert verschrikkelijk sterk. Van Avermaet, gaat hij aan dat wiel blijven plakken of kan hij toch nog zijn jump plaatsen? Hij komt er net niet over als je het mij vraagt. En dan is het Stennert. Daar gaat Bonen. Daar komt hij met de rest nu weer aan het wiel. En dan nu Terpstra. Terpstra gaan nu, ja. Daar hopla. Gaat Terpstra. Daar gaat hij zelf. Wat een finale. En wat een beer is die Stennert. Daar wordt de sprint op gang getrokken. Schoorvoetend als het ware door Terpstra. En Stennert, kan die dat wiel van Terpstra houden? Grote versnelling. Heeft hij na al die inspanningen er nog wat op zitten om drie man van Quickstep te vloeren en een neus te zetten? En dat gaat hij ook nog doen. Wordt daar nog een beetje tegengehouden, maar doet het wel! Jongen, doet het wel!